Ook al wordt ieder jaar op 1 juli de dag der bevrijding met veel vertoon van vreugde in Suriname gevierd, laat men ons aantonen dat de Surinamers in de ware zin des woords vrij zijn: dat ze niet meer gedwongen worden hun arbeidskracht te verkopen, zij het dan op andere wijze dan tijdens het tijdperk der slavernij. Wij zeggen u: de lichamelijke pijnbanken zijn veelal door zielskwellingen, armoede en gebrek vervangen. Het is alsof men ons uit het vuur gehaald heeft om ons, zonder dat wij zwemmen konden, in de golven van de Atlantische Oceaan te werpen. Want het is dwaasheid om te veronderstellen dat zij, die eeuwenlang onmondig gehouden werden, plotseling zonder steun en zonder slechts een stukje land waarlijk in vrijheid zouden kunnen leven. De vele miljoenen die de slaaf met zijn bloed en zweet moest opbrengen, zijn wel gebruikt ten bate van de blanke slavenhouders, maar de mishandelden, de verdrukte, werd aan zijn lot overgelaten. O, oh, wij hadden dit boek nog veel langer en veel groter kunnen maken. De koloniale baaiert is onuitputtelijk. Wij hadden de waterleiding kwestie, de in- en intreurige medische zorg, het gebrek aan onderwijs, de rassenwaan en duizend andere grieven uit kunnen stallen. Wij doen het niet. Wij willen slechts één ding aantonen: gekleurde landgenoten, gij waard slaven. ...gij zult in armoede en ellende blijven leven... ...zolang gij geen vertrouwen hebt in uw eigen proletarische eenheid. Niet met hier en daar een grondje, een schop of ploeg op krediet zijn wij te helpen. Onze nationale welvaart zal met eigen handen opgebouwd moeten worden. Dit plan eist alle inspanning van ons Surinamers. Doch eerst moet in ons land de proletariërs tot strijdvaardig zijn komen. Eerst moeten zij met de oude slavenketenen... Ook de oude slavenmentaliteit afweten te schudden. Stranang, mijn vaderland, eenmaal hoop ik u weer te zien, op de dag waarop alle ellende uit uw weg gewist zal zijn.